Dit is de plek waar op vrijdag 30 augustus een collega van mij knock-out werd geslagen door iemand die deel uitmaakte van een trouwstoet. En sindsdien is er veel gebeurd. Er is een uitgebreid onderzoek ingesteld, getuigen zijn gehoord, beelden bekeken. We zijn in de media geweest, op opsporing verzocht en bureau Rijnmond. En dat heeft effect gehad. Wilde de agent die man arresteren en toen is hij dus van achter aangevallen. Vandaag is een 25-jarige Rotterdammer aangehouden in Lopik. En hij wordt ervan verdacht de klap aan de agent hebben uitgedeeld. Het onderzoek gaat uiteraard verder, maar wij willen bij deze iedereen bedanken die ons behulpzaam is geweest bij het onderzoek.